Een grassroots campagne is gebaseerd op het idee dat je mensen nodig hebt en niet groot geld of belangrijke donaties of donors. Je bouwt een grassroots campagne op de contributies van vrijwilligers, zowel aan de deuren of in kleine donaties. Nou, wij zetten als GroenLinks vol in heel Nederland op huis-aan-huis acties. Omdat wij geloven dat wij deur aan deur, stem voor stem, echt het verschil kunnen maken. Omdat jij daar als persoon staat, je staat daar als jezelf. En gaan we vooral gewoon luisteren naar degene die wij tegenover ons hebben. We willen niks opleggen, we willen vooral GroenLinks een gezicht bieden en een luisterend oor. Sinds 2002, toen ben ik lid geworden, omdat er ineens zo'n enorme maatschappelijke beweging was. Ik denk, nu moet er iets gebeuren, nu moet ik zelf ook iets doen. Wat ik nu zou zeggen, wat ik het belangrijkste vind aan GroenLinks, is dat het gewoon echt een fel weerwoord is tegen de vorm van politiek die soms dominant lijkt geworden sinds Trump en nu ook Wilders. En zelfs als onze eigen premier het heeft over normale en niet-normale Nederlanders, dan komt het ook heel dichtbij thuis. Voor mij is GroenLinks nu de enige partij die heel fel zegt, dit zijn wij niet, dit betekent het niet om Nederlander te zijn. En we kunnen veel meer zijn dan we nu zijn. Ik probeer mensen aan te steken met mijn enthousiasme, met hetgeen waar ik in geloof, maar ook gewoon vooral aan hun te vragen, wat is hetgeen waar jij in gelooft? Wat zou jij anders willen zien in Nederland? Het gaat niet alleen om de mensen die ik aan de deur spreek, maar ook de vrijwilligers met wie ik werk. Wat zijn jouw idealen? Waar doe jij dit voor? Ik ben ook gelijk actief geworden. Naar het congres, naar alle vergaderingen van de afdeling, naar discussiebijeenkomsten landelijk, aan deuren gaan, met mensen praten, samen iets doen. Daar geloof ik dus in. We gaan aan de slag. We kunnen het. We gaan wat doen. Dat denk ik. Het heeft ook zin, want je kunt. En doe het maar en verander het maar, want die maatschappij kan veranderen. Het is mogelijk. Ja, zeker. Ja.